zal er twee voorbeelden mee noemen. Dan noem ik wel mensen bij naam, dat is dan heel tragisch, maar het is niet anders. Eén is, ik ging naar de Tweede Kamer met Henk Bouwkamp die achter zit en wij bezochten de meeste fracties en ook Stientje van Veldhoven en die zei, ja, zolang, dat was een begin van mijn periode als gedeputeerde. Ja, zolang het niet aangetoond onveilig is, gaan wij niks doen. Nou, iedereen die ook maar, en dat was dan de woordvoerder gaswinning van D66. Ik denk, ja jongens, serieus, echt waar. Nou, tweede voorbeeld, dan hou ik op, is mevrouw Jezulus. Die op een gegeven moment een technische brief in de aanleiding van het mijnraadadvies daar een enorm frame op zet over Hans Alders, dat hij zaken had achtergehouden en dat er volgens oude methodes werden gewerkt en dat daardoor mensen in onveiligheid waren gebracht. Want het mijnraadadvies, daar stond dat immers in. Hè? En dat was gewoon het pushen van een agenda. Dat was gewoon het pushen van een agenda van dat mijnraadadvies, dat HRA-model, dat moest gepusht worden. En dat werd daar gewoon op die manier gedaan. En er werden hele grote woorden gebruikt over dat Groningen onveilig was gemaakt. Terwijl iedereen die een beetje wist, wist dat het HRA-model een drama was. En dat kon zij ook weten, want dat had zij ook gehoord. Kan niet anders. En zij zat daar, nou, denk ik, het is gewoon niet oprecht. En dan in debatten spreken over mijn Groningers voortdurend. Dan denk ik, jongens, hou op. Maar ik heb natuurlijk ook al gevraagd, want u zei, ik denk dat het zo en zo ging. U denkt hier ook dat er een agenda werd gepusht? Of heeft u concreet ook wel bewijs of signalen gekregen dat die agenda werd gepusht? Nou, laat ik het zo zeggen. In de Staten bij mij werd een vergelijkbare agenda gepusht. Ja. En hoe gaat dat pushen niet aantonen, in zijn werk? Nou, dat je denkt van, hey, de agenda om de versterking te temporiseren dan wel stil te zetten komt ook bij de partij van de minister bij mij in de Staten terecht. Al voordat, zeg maar, dat aan de orde komt. Hè, dus dat je denkt, hey, als je dat, dacht ik, hey, dat is wel apart dat in de Staten wordt gebracht voordat dat, zeg maar, de officiële agenda van de minister is. En dat ik dat een beetje parallel zie lopen. Dat ik denk, hey, daar hoor ik de minister een opmerking maken daarover. En dan hoor ik hem met mij in de Staten, hoor ik hem op dezelfde manier terugkomen. En ik zie een mijnraadadvies en Hans Alders moest wat in discrediet gebracht werden. Die werd in discrediet gebracht. Waarom moest hij? Nou, kijk, de methode van Hans Alders moest van de tafel af. Van wie moest dat? Van de minister. De minister wilde dat mijnraadadvies, dat zei hij letterlijk, we gaan het volgens de methode van het mijnraadadvies gaan we doen. Zo gaan we de versterking aanpakken. En die methode van Hans Alders, die is, die levert niks op en die is niet snel genoeg, enzovoort, enzovoort. Dat was het verhaal wat erbij gedaan werd. En dan komt er in de technische briefing, komt dat aan de orde. En dan wordt er een heel frame opgezet, alsof de manier waarop het daarvoor gebeurde de Groningers in groot gevaar zouden brengen. En er lag immers een methode die zo hadden kunnen invoeren, de HRA, volgens het HRA-model, volgens de mijnraadadvies. Zo hadden we het al jaren kunnen doen, want dan was het allemaal goed gekomen. U geeft hier aan dus dat er een agenda werd gepusht. Maar had u ook het idee dat de Tweede Kamer in ieder geval voldoende geïnformeerd was? Kijk, ik heb een, dat vind ik moeilijk te beoordelen. Ik bedoel, ik heb hier een aantal keer momenten zien langskomen in verhoren waarvan ik denk, hé, daar is de Kamer niet goed geïnformeerd. Maar over de kern van de zaak kon geen misverstand bestaan. Op het moment dat je een HRA-model bijvoorbeeld invoert, dan ga je via een model huizen aanwijzen. En er zijn heel veel mensen die hebben je gewaarschuwd dat dat niet werkt. Ja, dan kan de minister zeggen dat het wel werkt, maar er is heel veel bewijs dat het niet werkt. Dan kun je ook zelf tot de conclusie komen, zeg maar. Dus dat is wat ik bedoelde met die diepgang. Kijk nou wat er in die samenleving gebeurt. Kijk wat er nodig is. Kijk wat er fundamenteel nodig is. In plaats van die oppervlakkige politieke spelletjes die soms gespeeld worden. En daar heb ik er nu twee dan van genoemd. Ja, ik vond dat
En nogmaals, dat gaat niet over de hele Kamer. Want in de Kamer zitten 150 mensen. En wie de schoen past, trekken hem aan. Ja. En hoe kijkt u naar de diepgang van de leden van Provinciale Staten en de gemeenteraden? Waren die voldoende op de hoogte van de volle breedte van het dossier? Ik heb me altijd gesteund, uitzondering daar gelaten, maar altijd gesteund gevoeld door de Staten. De gemeenteraad zat ik wat minder dicht op, dus dat kan ik moeilijk beoordelen. Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat wij aan hetzelfde kant van het touw aan het trekken waren. En niet alleen dat. Ik heb ook het gevoel dat Statenleden, in mijn periode althans, voor zover ik dat kan beoordelen, wisten wat daar speelde. En je ontkomt er ook niet aan, want die mensen, Statenleden wonen gewoon in die provincie en een groot deel daarvan woont in dat gebied en die spreekt zijn buren. En dan weet je wel genoeg, zeg maar. Ja, dank u wel. Dank.